Op zich heb ik er geen probleem mee. Dus natuurlijk nu serieus reorganiseren. Het is een beetje hectisch. Maar we hebben genoeg mensen mee die met die situatie vertrouwd zijn. Die ook de wereldbekers, wat het ook meestal wel hectisch is, die meegemaakt hebben. En we lossen dat wel op. Natuurlijk, het is een heel drastische beslissing geweest. En ook voor de renners is het een beetje nu, alles moet net iets vlugger verlopen. Dus het gaat wel goed komen. Ja, het zal sowieso overmacht zijn. Ik weet niet hoe dikwijls dat die situatie zich voordoet, dat de rivier zo sterk aanzwelt. Het is misschien een klein risico dat ze genomen hebben. Het allerbelangrijkste is dat de wedstrijden kunnen doorgaan. Hier verandert er eigenlijk op zich niet zoveel. Het is natuurlijk de mensen op het thuisfront die daar iets georganiseerd hebben, die wel, wel een beetje een domper. Nee, absoluut niet. Iedereen stelt zich daar nu op in. En vandaag wordt alles een beetje aangepast en morgen is de wedstrijd. Het zijn zo, er zijn waarschijnlijk anderen die nu meer moraal krijgen. Maar in welke mate en hoe hard dat het parcours er nu gaat bijliggen, dat gaan we pas deze namiddag bij de verkenning zien. Nu hebben we vandaag een heel strenge vorst gehad van de morgen. Het was sneeuw ook nog. Wat het van de namiddag gaat zijn, dat zullen we wel zien. We gaan een verkenning doen dan. Gaat het dooien, gaat het vriezen. We will see tomorrow.